Goedenavond, wat een publiek. Mooi. Hey, vanavond over drones. Ik wil jullie graag enthousiasmeren vanavond en activeren. En ik ga het hebben... Ja, waar kunnen we beginnen, hè, over de drones? Een stukje passie, waar is het begonnen? Ik heb net als Ramon ben ik in de marine begonnen. Ik heb dat 8 jaar gedaan. En heel vaak vragen mensen aan mij, mis je de marine? En dan zeg ik, ja, ik mis het. Maar ik heb een reden dat ik eruit ben gegaan. Maar 1 ding mis ik. En dat is de vrijheid. Wat Ramon niet had bij de marine, had ik wel. En hoe kwam dat? Ik was een logistiek medewerker en daarnaast was ik helikopterredder. Dus ik ging aan een draadje onder de heli. En dan ging ik naar reddingsoperaties, een man overboord uit het water halen. Maar ik moest ook oefenen. En even gekke dingen met de helikopter. Zoals, gaan we even boven de wolken dan? Ja, lekker. Dan gingen we omhoog met de helikopter. En dan was het grauw-grijs. En dan kwam je even later boven de wolken hangen. En zag je van die pluimpjes. En dan ging ik lekker met mijn beentje zo. Uit de helikopter, moet je zo vasthouden. En dan zag ik zo. Oh. En dan laat je alles daar, laat je achter. En dan houd je vast. Hou ik vast. En dan gooit in één keer de helikopter zo. Voemp. Recht naar beneden. En dan zie je even mist. En dan kijken ze door de voorruit van hoe komt het schip al. En dan zie je in één keer 2 schoorstenen. En dan duiken ze recht omhoog, erlangs. Tot aan oceaanduining. 11 meter hoog. Dus moet je je voorstellen, dat gaat bijna tot aan het dak. En die slaan niet om, maar dat is een deining. En dan gooien we dat kruis in het water en dan maken we een rondje en dan proberen we dat kruis te pakken. Maar hun zien niet van boven hoe hoog die deining is. Maar ik zie een deining op me afkomen. Ik pak dat kruis. Ik verdwijn in de deining. De sensor die doet de knop omhoog. Ik word omhoog getrokken. De deining gaat naar beneden. En ik kom in één keer zo uit de golf vandaan. Dan zit je boven de heli. Ik heb hem. En zit zegt, alles goed? Ik zeg, ja, wow. Nou, dat is een stukje vrijheid. En heel veel plezier. En leuke dingen wat ik mis. En 1,5 jaar geleden kwam een vriend van mij van de marine langs. Dat is een gadget freak, ik ook. Heel erg. En die had een Phantom, een drone. En ik daarna even proberen. En ik de lucht hing, denk, wow. Ik denk, nou, tot hoog mogen we? Ja, eigenlijk tot 300, maar ga maar hoger. En ik, hoger, hoger, hoger. In één keer zat ik boven de wolken en zag ik in één keer weer die pluimpjes gingen. Hè? In één keer had ik weer rust. Iets waar ik kan komen weer. En voor de rest niemand. Tenminste, nu nog niet. Maar in principe kunnen jullie vandaag nog, nou ja, vanavond meer. Maar morgen ook gewoon boven de wolken. Mag niet, maar ja, mag zo meteen naar huis ook geen 140 rijden. Dat doen we ook af en toe. En toen kwam er een roadtrip aan. Zo'n 4 maanden geleden. Monaco op de planning, Milaan. Binnen 4 dagen. Ze vonden dat allemaal knettergek. Maar ja, mijn maat zei allemaal de drone mee, gekke dingen doen. Gingen we door de Alpen heen. En daar zag je mensen op zo'n parkeerplaats of foto's maken. En ik dacht bij mezelf, ja doei. Foto's maken met een iPhone, propellertje erop, vup, drone omhoog. En ik ging naar die waterval toe. 4 meter afstand, zag ik de waterval naar beneden rammen. Prachtig, vrijheid. Nou, Monaco, even een jacht gefilmd, niks bijzonders. Toen gingen we naar Milaan. En op weg naar Milaan hadden ze het over San Siro, San Siro. Ik hou totaal niet van voetbal. Ik zei, wat is San Siro nou weer? Nou, wij in Milaan in het hotel, volgende dag, ja, mooi weer. Wij naar San Siro toe, zie ik zo'n bakbeest van een stadion waar Inter Milaan en AC Milaan speelden. Ik dacht, oh jeetje, Mina, wat ga ik nou doen? En toen kwamen er 2 politieagenten. En ik denk, oké. Als ik die in de pocket heb, dan kan ik San Siro in. Ik heb 2 batterijen. Nu moeten we even creatief zijn. Er speelden geen wedstrijden, want ik let altijd op de veiligheid. Ik zeg tegen de politie, kom eens bij me. Ze snapten er niks van wat het ding was. Hun spelen. Ik denk, nou oké, hij heeft 50% van de batterij en hij heeft 50% van de batterij. En daarna ben ik aan de beurt, maar dat hebben ze nog niet door. Dus hun spelen, helemaal uit hun dak. Ik zeg, oké. Finish, now it's my turn. Ik zeg, zal ik even San Siro invliegen? Ja, doen. Nou, daar gebeurt het. Ik met mijn drone omhoog, door San Siro heen. En ik wist niet wat me overkwam. Kijk, sommige mensen zijn met YouTube bezig, maar ik niet. Ik edit het snel even een filmpje aan elkaar, zet het op internet. Binnen 1 nacht 12.000 views, volgende dag
volgens mij iets van 25.000 views. En de derde dag word ik door alle blogs in Amerika, de UK, China, Rusland. Ik was wereldbekend met mijn filmpje. Echt bizar. En daar begon eigenlijk een stukje van, ja, drones. Drones zijn cool, drones are good. Er zijn kansen en mogelijkheden met drones. En nu wil ik even een vraag stellen. Wie ziet een kans en mogelijkheden in drones in Nederland? Noem eens wat, roep eens wat. Iemand? Iemand? Pizza bezorgen. Iemand nog meer? Ja, dat is het extreem, hè? Ze hebben het nu ook. Wat zeg je? Medische hulp. Medische hulp, oké, daar kom ik zo op terug. Dat is een hele goede. Hey, ja, pizza's, daar moet nog een heel netwerk voor komen. Ik heb filmpjes gezien. Dus ik denk meer marketingtechnisch, maar ik ben benieuwd of het er ooit zal komen. Maar wat denken jullie van de agrarische sector? Dat een boer hier in Drenthe, op het platteland, klapt zijn beeldschermpje open en die weet binnen 54 minuten bij een maïsveld precies waar de droge plekken zitten, de natte plekken, plekken waar hij meer aandacht aan moet besteden, brandweer. Die kan zomaar, er is een brand, precies zien van, hey, waar zitten de cruciale punten, waar moeten we aan de slag? Een kettingbotsing. Hey, een hele rij auto's, 40, 50 stuks. Waar ligt die tankwagen op zijn kant? Waar is de brand? En hebben we nog het Marrenet. Medisch. Marrenet is een netwerk wat ze aan het opstarten zijn in Afrika. Dat kost $900.000. En dan gaan drones vliegen tussen de 10 à 20 kilometer met 10 kilo. En dat kost dus $900.000. Maar er zitten kosten natuurlijk daarna nog aan vast. Batterij, stroom, station en droomkosten. Doe eens een gok. Hoeveel zou het kosten? 10 tot 20 kilometer met 10 kilo. 4 prui. Noem eens wat. €50. Nog iets? 1000? Nog meer? 1 miljoen. 10 kilometer, 20 kilometer, tussen de 10 en 20 kilometer met 10 kilo. Mensen, knoop het in je oren, hè? 24 cent. Ja? Dus $900.000 in één keer. Een netwerk van drones. Daarna 24 cent. Moet je dus denken. Ik hoorde het net al boven, volgens mij was het. Medische hulp. Kindjes die op sterven liggen. Met de drone. Snel bloed ter plaatse. Medicijnen ter plaatse. Cruciaal voedsel ter plaatse. In plaats van dat er 9 of 10 of 12 of 20 Afrikanen zo tegen een auto staan te duwen. En misschien binnen 10 minuten een meter vooruit komen. En pas na 2 weken ter plaatse komen. Ik werd al aangekondigd, hè, best wel enthousiaste spreker. En ik raad er maar door, ik zie de tijd voorbij gaan. Zometeen ga ik nog vliegen, kunnen jullie allemaal kijken. Maar ik wil jullie nog even iets laten zien. Een hele grote boevenstreek van mezelf. In Rusland, boven de Kremlin, in het donker. Ik wens jullie veel plezier.